Politiek gezien is de top van zaterdag in Ahoy dus al helemaal geslaagd. Zowat alle politieke kopstukken van de gemeente Rotterdam, maar ook de burgemeester van Amsterdam en minister Stef Blok zitten in de zaal. Vooral burgemeester Van der Laan van Amsterdam spreekt met lof over hoe Rotterdam de problemen op Zuid aanpakt. En hij heeft natuurlijk gezegd dat Rotterdam-Zuid echt een speciaal plekje in de G4 heeft en dat er ook wat extra geld naartoe zou moeten. Dus dat is wel fijn. Dat is wel een winstpuntje vandaag. Ja, op zich geloof ik niet dat meer geld per se altijd nodig is, maar het is wel fijn om te hebben. Maar ook de minister staat positief tegenover dit plan en wil zelfs wetten veranderen om hiermee Rotterdam-Zuid leefbaarder te kunnen maken. Ik ben bezig met wetgeving om huisjesmelkers beter aan te pakken. Ik ben bezig met wetgeving om ervoor te zorgen dat woningcorporaties weer echt doen waarvoor ze zijn. Huisvesting voor mensen met een kleine portemonnee en niet allerlei fratsen met beleggingen of een grote boot kopen. En die boodschap vertel ik hier ook. En ik kom ook luisteren naar wat de mensen mij te vertellen hebben natuurlijk. Inderdaad, minister, want deze burgertop in Ahoy was nu juist bedoeld als burgertop en geen politieke top. Ja, dat is natuurlijk de afgelopen 20 jaar gebeurd en daar hebben we mee bereikt wat we bereikt hebben. Dus het idee is nu dat de inwoners van Zuid zelf met ideeën komen. In kleine groepjes van 6 man zitten zo'n 1000 inwoners te bedenken wat zij denken dat Zuid leefbaarder kan maken. Mijn goede idee is om dus wat voor de ouderen te gaan doen. En ik wil graag meer activiteiten voor de kinderen, bijvoorbeeld weekendscholen en zo. Rotterdam-Zuid, 1 medicijn nodig. Die medicijn is goed voor allerlei andere onderwerpen. Die medicijn noem ik gewoon werkgelegenheid. Maar is er voor de ideeën van de burgertop eigenlijk wel geld bij de gemeente Rotterdam? Dan gaan er natuurlijk andere ideeën af als mensen zeggen dit vinden we een beter idee. Dus dat hoeft allemaal helemaal niet meer geld te kosten. Het gaat in plaats van de slechtere ideeën die we zelf hebben bedacht.